Hallo allemaal, vandaag zijn wij bij een Gouda Jam en wij gaan in Gouda freerunnen met een heleboel andere freerunners. Kijk maar. En we zijn hier voor het station om te verzamelen met alle freerunners en ondertussen doen we natuurlijk wel wat sprongen, hè? We hebben een sprong gevonden, Jasper, ik, Daniel en Lago. En dat is vanaf dat muurtje naar daar de rand toe. En is een beetje eng, maar komt wel goed. Het is gewoon een ding, maar het is wel eng. Behoorlijk vet. Ik wil hem stikken, die blijft voor mij wel ietsje ver. Ja, nice. Ja, toch goed. Hey, zonnebril is af, kom op, let's go, la go. Kom op, let's go. Oh, bijna. Gekke bouwtje. Oh, was heel close. Oh shit. Lekker hoor. Ah, ja. Oeh, ah, dat is net bouwtje. Niet alles ingezet. Oeh. Got him, man. Je hebt hem gewoon. Ja, kom aan. Boom! Oeh. Dat is ook gewoon cool, maar niet de bedoeling. Kom. Nee, zo close. Waarom stik je hem niet? Dario wil hem ook doen, maar hij vindt hem een beetje spannend. Dus alle support voor Dario. Kom op, let's go. Kom op, inzetten. Hebben? Ja, lekker hoor. En de host van vandaag, Koen. Hallo. Hé, hey, jij hebt dit allemaal georganiseerd, hè? Ja. Jij hebt hier gewoon, wat is het, 30 man of zo bij elkaar gekregen? Of misschien wel meer? Ja, er komen nog meer mensen ook. Ja. Ja, nu... leuk. Kom op, let's go, Jappie. Let's go! Ik heb er eentje dan. Ja, nog eentje. Je bent zo close, man. Ja. Nou, wat Jasper en Lago doen, dat kan ik eigenlijk niet, maar ik wil toch even een keer checken of ik hem ook kan doorplaaien. Dit wordt wel klaar, hè? Ja, man. Kijk, het vliegt dan. Hebben, kom op. Kom op, hebben. Ja? Nee. Maar Jappie, ga je hem nog doen? Nee. Waarom niet? Omdat ik nog een hele dag met allemaal traindingen voor me heb. En als ik dit nog een keer doe, ben ik misschien nog 10 tries bezig. En okay. Dan zijn er geen leuke dingen meer vandaag. Jij gaat nog wel één keer, Lago. Oké, let's go. Kom op, laatste. Nee. Fuck it. Helaas. Luke die heeft bij deze spot een leuk lijntje gevonden, dus laat maar zien. Nou kan weten. Oh, heel sick. Lekker hoor. Nice. Creatief ook. What? Dat is ook heel sick. Lekker man. Oh, wat een lekkere compress. Heel sick. Kijk, we hebben hier Wessel. En Wessel wil hier een sprong over het water doen met al die waterplanten ertussen. Dus Wessel, laat maar zien. Oké, ik ben hier. Best wel eng, hè? Kom op, let's go, je hebt hem wel. Ja, dit moet ik dadelijk bliepen, hè?
Kom op, let's go, dit heb je. Dus even preppen. Ja, je zat er nu net niet op, maar je had ook een hele rare afzet. Hoe voelt dat? Maar? Wel te doen. Ja, doe jij maar eerst. Ja, is goed. Wacht, ik wil iets beter doen dan dat. Nice. En een stick, jongen. Lekker. Ja, boven het water. Soms zit je naar die verstorvideo's kijken en dan zegt ze van ja, je moet je niet zo aanstellen. Ja. Hoe sta je er zelf voor? Dat is toch wel wat enger, hè? Ja, lekker. Adem in, adem uit. Concentratie. Nee? Ik kom hier later voor terug. Wessel durfde deze sprong helaas toch niet, maar dat maakt niet uit. Hij komt hier voor terug. En het is ook juist heel goed om je grenzen aan te geven, want daarmee hou je natuurlijk de sport wel een beetje veilig. Ik snap dat het heel vervelend is om weg te lopen. Misschien voor hem wat minder leuk dat ik dit nu in de video zet. Maar het is ook juist wel mooi om dat te zien. Om te zien dat ook al ben je gevorderd in freerunnen en je hebt een sprong die je wilt doen, dat het niet erg is om daarvoor weg te lopen. En dat je de andere keer ervoor terugkomt. Dat je het gaat trainen, dat je het uit gaat meten en dat je dan terugkomt. Want dan heb je een doel voor je trainen. We zijn hier bij de havenspot aangekomen en dit is een spot om lekker door te flowen. En dat ga je wel zien in de volgende clips. Dat was echt sick. Ja, lekker man. Nice. Kijk, bij Freerun Jam zijn er ook altijd mensen die of aan het juggelen zijn of aan het kendama zijn. Ja. Ja. Kijk, het probleem is als je met freerunners door een stad heen loopt, dan komen ze altijd van alles tegen. Nou, wat is er te doen? What? Lekker hoor. We zijn hier vlakbij de Basic Fit. Of dit is de spot waar ik heel veel compressies geoefend heb. En hier willen ze deze ook nog eventjes doen. Oh, bijna. Doorgegaan naar carousel en er zijn hier wat mensen die deze sprong willen doen vanaf dat muurtje naar dat muurtje. En dat is voor mij al een flinke tijd geleden, dus ik twijfel of ik mee ga doen of dat ik nu even mijn rust pak en zo meteen met Freerun Park wat harder ga trainen. Wie gaat hem als eerste doen, jongens? Ja, ik ga wel. Oh, lettie jappie. Komt-ie. Ja, lekker, ja. Lekker hoor. Wow. En we zijn aangekomen bij het Freerun Park. Cool. Zo, nu is de tijd gekomen dat ik ook even wat sprongen ga doen. En ik ga zo, nou je ziet het wel. Gewoon kijken. Voor de mensen die het nog niet wisten, Jaap is gewoon best wel cool, weet je. Je bent best wel cool. Thanks man.
Helaas is de GoPro echt op dit moment nog maar 1%. Dus ik ga bij deze de video afsluiten. Ondertussen wordt er nog heerlijk gesprongen op dit Vrierenpark. En ik daag jullie uit om hier ook een keertje te komen trainen. En zo naar host Koen. Hallo. Degene die alles mede mogelijk gemaakt heeft vandaag. What? Dat was een lekkere dubbelkork.